Welkom bij de Body Shape. We gaan snel beginnen met de warming-up. Je mag lopen op rechts. Navel in, mooi rechtop. Nog 4. 3. 2. We maken een basispas met rechts. Komt ie aan. Stap voor en terug. Voor en terug. Voor en terug. Keurig. Je stapt met rechts voor en je sluit met links bij. Je blijft continu doorstappen. Nog 4. 3. 2. Laatste. Let op. Je maakt een knietje om en om. Dus je stapt naar voren en je maakt een knietje om en om. Nu met links en met rechts naar voren. Links naar voren. Rechts naar voren. Keurig. Helemaal goed. Om en om. Nog steeds je navel intrekken. Nog 4 keer. Nog 3 keer. Nog 2. Oké, let op. 3 keer een knietje omhoog. Rechterknie omhoog. 2. 1 wissel. Linkerknie omhoog. 2. 1 wissel. Komt ie aan. 3. 2. 1 wissel. 3. 2. 1 wissel. Keurig. Als dat lekker gaat, neem je armen mee naar voren. 3, 2, 1. Keurig. 3, 2, 1. Yep. Nog een paar keer met rechts en een paar keer met links. Op, 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 wissel. Op, 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 wissel. Op, 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 wissel. Keurig. Laatste keer. En de andere kant. Oké, je loopt hem weer uit. En je mag eventjes kijken. We gaan het langzaam doen. We stappen in een lunge naar achter. 4, 3, 2. Langzaam stap naar achter. Zak naar beneden. Kom omhoog. Sluit bij. Andere kant. Achter. Laag. Op. Probeer hem ietsje sneller. Achter. Laag. Op. Achter. Laag. Op. Achter. Laag. Op. Achter. Laag. Op. Ga door. Nog 4 keer. Achter. Laag. Op. Nog 3 keer. Laag. Op. Nog 2. Laag. Op. En de laatste. Achter. Laag. Oké, loop hem weer uit. Stappen. Nog 4. 3. Stappen wijd. Komt ie aan. Wijd. 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 4. 3. Stap tik wijd. Komt ie aan. Stap tik. En tik. Helemaal goed. Nog 4. 3. 2. Armen gaan allebei naar voren. Komt ie aan. Vol. 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 Een beetje sterke armen. Geen gekookte spaghetti armpjes. Hou vol. Nog 8. 6. 4. 3. Om en om gaan je armen omhoog. Op. 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 Nog 8. 6. 4. 3. Beide armen omhoog. 8. 6. 4. 3. Laat je armen zakken. Benen gaan door. Oké, je mag je handen even bij je kaken zetten en we stoten om en om naar voren. Gewoon even lekker warm worden. Zorg ervoor dat je niemand raakt, ook niet per ongeluk. Nog 8, 6, 4, 3, 2. Oké, onderlangs. Yep. Je mag het je wel voorstellen natuurlijk, dat er iemand voor je staat die je misschien wat minder aardig vindt.
Oké, als het goed gaat, mag je er iets meer power in leggen. Nog 8. 6. 4. 3. Oké, komt hij vanaf de zijkant. Dus er staat iemand voor je. En die wil je even op zijn kaak tikken aan de zijkant. Let erop dat je niet te dicht bij je eigen kaak bezig bent. Kom. Beetje stoer kijken erbij. Dat doet meestal een hele hoop. Oké, laatste 8. 6. 4. 3. Stoot nog één keer naar voren. En dan met een beetje power. Tik. 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 Probeer continu een hand bij je kaak te houden. Dus niet een beetje laten rondslingeren. Ik moest er even bij nadenken. Hou je dekking, hè, zoals in het zeggen. Kom op, de laatste 8. 7. 6. Beetje power, kom op. 5. 4. 3. 2. En ontspan. Arm eventjes naar voren. Als het goed is ben je wat opgewarmd. Armen naar achter. Super, schud je benen even los. En we gaan vandaag beginnen met de triceps, de kipfiletjes. Daarvoor hebben we in eerste instantie ons elastiek nodig. Mocht je geen elastiek hebben, doe je hetzelfde. Alleen dan met een gewichtje, een waterflesje of iets wat je in huis hebt. Je mag je materiaal erbij pakken. Wat je doet, dus je zet hem neer. Je legt je elastiek neer en je gaat erop staan. Sta daar goed op, want anders schiet die weg onder je vandaan. Beetje stevig staan, voeten niet te smal. Een beetje breed neerzetten. Dan pak je hem op deze manier vast. Beide armen, het elastiek. Ellebogen, een beetje smal naar elkaar toe. Probeer rechtop te blijven staan. Je navel is ingetrokken, je borst is trots. En dan buig je, je hebt hem hier gebogen en dan strek je hem uit omhoog en weer terug. Op en neer, op en neer. Je ellebogen niet overstrekken bovenin, niet te ver naar voren halen, hou hem lekker omhoog. Laag en op, laag en op, laag en op, laag en op. Nog 8 keer. Deze oefening gaan we combineren met een lunge. Die deden we net al eventjes in de warming-up. Laatste 4. 3. 2. En eventjes rustig los naar beneden. Hou je elastiek maar gewoon vast. Probeer rechtop te staan. Je zet je rechterbeen naar achter. En je zakt de 8 keer recht naar beneden. Trotse houding, navel in. Komt je aan, rustig tempo 8 keer. 1, 2, 3, 4. Je mag wat dieper, je mag wat minder diep. Pak je eigen level, dat was 5, 6, 7, 8. We willen natuurlijk niet scheef lopen op het strand. Dus je andere benen achter. 8 keer komt hij aan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en de laatste. 8. Super. Gaan we weer naar de kipfiletjes. Elastiek weer neerleggen. Erop staan. Goed erop staan. Armen naar achter. Als je het zwaarder wil of lichter, je kunt hem verder naar beneden pakken. Of hoger pakken, wat jij prettig vindt. Oké, stevig staan weer. Knieën uit het slot, niet overstrekken. Navel ingetrokken. Mooi rechtop staan. Ellebogen zijn gebogen. Komt hij aan, omhoog en omlaag. Op en neer. Op en neer. Op, schouders hou je laag, niet naar je oren toe. Op, neer. Op, neer.
ellebogen smal houden, niet openmaken. Kom op, haal eventjes vol. Nog 8, 7, 6, 5, 4, 3. Hij gaat lekker. 2. En de laatste keer. Eventjes je elastiek aan de kant. En dan gaan we nog een keer die benen doen. Je begint met rechts naar achter. Mooie trotse houding. Rechtop staan. 8 keer naar beneden. Komt hij aan. 8. 7. 6. 5. Als het een beetje te wiebelig is, dan zet je een stoel naast je, een krukje of je pakt de muur vast. Nog 3. Als ik goed geteld heb. 2. 1. Keurig. En dan wissel je om van been. Andere benen achter. Even goed rechtop staan. 8 keer naar beneden. Komt ie aan. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. En de laatste. Keurig. Helemaal goed. Omdat die kipfiletjes toch altijd wel zo'n gebiedje is wat we graag willen trainen, mag je nog eventjes je gewichtjes bijpakken. Lage gewichtjes, je hoeft niet heel zwaar. Dan doen we nog even een extra oefeningetje. En dat doen we 20 keer. Dan ben je er ook wel vanaf. Dan gaan we naar de volgende serie met oefeningen. Je gaat op dezelfde manier staan als net. Je arm hetzelfde, gebogen. En je strekt hem uit omhoog. En zoals beloofd, maar 20 keer. Oké, ellebogen smal. Komt hij aan. Tel je met me mee. En 1. En 2. En 3. Niet denken, ik doe ze sneller, dan ben ik er eerder vanaf. 5. Kom op. 6. 7. Sta je er nog een beetje goed bij? 8. Beetje trots of zijn we ingezakt? 9. 10. Kom op, je bent op de helft. Laatste 10. Nog 9. 8. Tel je met me mee? 7. Kom op. Ellebogen smal. 6. 5. 4. Nog maar 3. Nog maar 2. En de laatste. Keurig. Helemaal goed. Leg je gewichtjes aan de kant. En dan mag je lekker je matje erbij pakken. Die van mij ligt een beetje uit beeld. Pak hem er maar bij. En dan mag je op je buik komen liggen. Ongeveer rechts, denk ik wel. Zo ingeschat. En dan gaan we, jawel, we gaan opdrukken. Echt waar. Ja, echt warm. Maar om het nog leuk te houden, doen we er maar 8. En je mag kiezen 8 op je knieën of 8 gestrekt op je tenen. Net eventjes wat je zelf wilt. Als dat niet gaat, hè, als op je knieën, daar probeer je mee te beginnen zometeen. Als dat niet goed gaat, dan laat ik je een alternatief zien. Denk je bij jezelf, ik druk mezelf elke ochtend al 100 keer op. Dat is geen uitdaging meer. Dan ga je gewoon lekker naar je tenen. Geen probleem. Kies je eigen lettertje daarin. Ik zal een beetje in het midden zitten. 8 keer opdrukken. Dan gaan we de volgende oefening voor onze lage rug doen. Liggend op de buik. Maar dat komt zo meteen. Eerst even die 8 keer opdrukken doen. Als je er klaar voor bent. Als het goed gaat. Gewoon op je tenen of op je knieën. En dan 8 keer naar beneden zakken. Wordt dat te zwaar? Mag je je handen ietsjes dichterbij zetten. Dan maak je de hoek wat kleiner. En dan ga je op deze manier naar beneden. Dan maak je het je ietsjes makkelijker. Dus kies je eigen leveltje. Voor nu. Navel in. Polsen onder je schouders. 8 keer naar beneden. Je kin een beetje intrekken. Je mag van mij ietsjes naar voren kijken. Gaan we 8 keer. Komt ie aan. 1. Hoe ging dat? Eitje? Lichter, zwaarder. Nog een keer. 2.
Kom, ga door. 3. 4. 5. 6. 7. En de laatste. 8. Keurig. Helemaal goed. Je mag komen liggen op je buik, zoals aangegeven. Handen naast je. Navel in. En je gaat met je bovenlichaam ga je omhoog. Ook 8 keer komt hij aan. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. En ontspan. Keurig. We gaan weer naar die opdrukhouding. Je hoeft alleen nu niet op te drukken, maar je blijft staan in een hoge plank. Dat probeer je op je tenen. Als het niet gaat, dan ga je naar je knieën. Dat is op deze manier. Gaan we zo meteen hele rustige 8 tellen blijven staan. Gaat dat niet, ga je terug naar je knieën. Als je er klaar voor bent, 8 langzame tellen. Komt ie aan hoor. 3, 2, 1. Yes. 8. Ietsjes naar voren kijken. 7. Je ellebogen zijn niet op slot. 6. Gaat het nog goed? 5. Hou vol. 4. Kom op, het is gewoon een goed doel hè. 3. 2. 1. En charmant instorten. Zak je weer naar beneden. Handen weer naast je. Dezelfde oefening. 8 keer omhoog komt hij aan. 1, 2, 3. Yes. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. En de laatste. Keurig. Nog 1 keer in diezelfde houding. Alleen wat we gaan doen, we gaan een stapje verder. We gaan in die hoge plank om en om ons voetje van de vloer halen. Als dat lukt. Als het niet lukt, doe je de vorige oefening of gewoon op je knieën. 8 keer langzaam en rustig uitgevoerd. Kom in de hoge plank. Ietsjes naar voren kijken. Komt ie aan. Voetje los. 8. Klein stukje van de vloer is genoeg, hè? 7. 6. 5. 4. Hou je heupen stil. 3. 2. Laatste. Keurig naar beneden. Laatste keer op je buik. Handen naast je. 8 keer omhoog en omlaag komt hij aan. 8. 7. 6. Hou vol. 5. 4, 3, 2 en super. Goed gedaan. Je mag even een slokje water drinken of je hoofd even afvegen. Dan gaan we zo meteen naar de ruglig voor de oefeningen voor onze buik. Als je al klaar bent, kom je lekker liggen. Ja. Nou, nog 1 slokje dan. Ja, super. Helemaal goed. Handen naast je neerleggen. Voeten omhoog. En we gaan om en om onze benen uitstrekken. Komt ie aan. Strek uit en terug. Strek uit en terug. Uit, terug. Uit, terug. Nog 8. 7, als het te zwaar is, doe je gewoon even wat extra pauzeren. 4, 3, 2 en de laatste. Helemaal goed. Je blijft hier en je brengt je billen omhoog. Komt ie aan. Op en terug. Op en terug. Probeer zachtjes te landen en niet loslaten, dan trilt alles en het ziet er niet uit. Dus zachtjes naar beneden. Begeleid hem naar beneden. Billen wel omhoog. Van de vloer komen. Nog 8.
7, 6, 5, 4, 3, 2, keurig. Je strekt je benen uit en je brengt ook nu je benen om en om naar beneden. Komt ie aan. Laag en terug. Laag en terug. Laag, terug. Schouders ontspannen, je ademt rustig door. Nog 8 en terug. 7, 6, 5, 4, 3. Probeer je benen een beetje gestrekt te houden. 2 en de laatste. Buig je benen weer en je billen gaan omhoog. Dezelfde oefening als net. Komt je aan. Op en charmant laten zakken. Op en neer. Op en neer. Op en neer. Nog 8. 7. 6. Hou vol, hè. 5. Kom op, nog 4. 3. 2. En de laatste. Hou je benen gebogen. Je handen gaan achter je hoofd. Je ellebogen smal. Je komt met je bovenlichaam ietsjes van de vloer. Je kijkt nog steeds naar het plafond. Ik wil niet dat jij je nek trekt. Dus kijk omhoog. En dan doen we de benen weer om en om uitstrekken. Als dat te zwaar is, gewoon de eerste oefening aanhouden. Geen probleem. Oké, komt ie aan. Strek je benen uit. Uit en in. En uit en in. Uit en in. Adem rustig door. Kijk naar het plafond, niet naar voren. Nog 8 en terug. 7 en terug. 6 en terug. Nog 5 en terug. 4. Hierna nog maar 1 oefening. 3, 2. En de laatste. En ontspan. Helemaal goed. Nog eentje, hè? De billen gaan omhoog. Komt ie aan. Op en neer. Op en neer. Op en neer. Op en neer. Nog 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. En de laatste, helemaal goed. Je mag je voeten neerzetten en even lekker ontspannen. Je mag je ogen even sluiten als je dat wilt. Je hebt het intensieve gedeelte gehad. En we mogen alweer even lekker ontspannen en rekken en strekken. Eventjes lekker rustig. Alles loslaten, ontspannen. Je mag je benen plat leggen. Je mag op je zij liggen. Net eventjes hoe jij prettig ligt vandaag. Lekker diep inademen en uitademen. Niet in slaap vallen, hè? Ik weet dat het verleidelijk is. We gaan rustig aan. Pakken we de knieholte vast. En dan rol je omhoog. Het kan ook zijn dat je liefst via de zijkant omhoog komt. Moet je eventjes zelf bepalen. Oké, je zit dus. Strek je benen, kom lekker rechtop zitten. Probeer een rechte rug te maken en niet in te zakken. En je mag rustig aan met je vingers richting je tenen gaan. Als dat niet lukt, gewoon bij je schenen of je enkels. Het gaat erom dat je de rek voelt aan de achterkant van je bovenbeen, bij je hamstrings. Als je je tenen nog goed naar je toe trekt, dan heb je ook een klein beetje kuit extra mee. Dus voel de achterkant van de benen.
En dan kom je rustig aan zitten. Je buigt eventjes één been, in mijn geval mijn rechterbeen. Ik pak hem vast, ik zet mijn hand achter neer en ik draai met mijn bovenlichaam naar achter toe en ik trek een beetje aan mijn knie. Ik draai naar achter, probeer rechtop te blijven zitten. Een beetje trekken aan je been, een beetje tegenduwen met je hand. En kom naar voren, wissel om. Andere been, hand achter, rechtop en draaien. Schouders hou je laag. En keurig. Dan kom je op je hurken zitten. Probeer je handen op de vloer te zetten. Als dat niet lukt, dan gewoon je vingertopjes of zometeen niet. Je zet je hielen aan de vloer en je strekt je benen uit. Je mag even naar je knieën kijken. Je knieën zijn niet overstrekt, maar ietsjes uit het slot. Dus ietsjes gebogen. Als je dat van de zijkant zou zien, dan bedoel ik niet overstrekken, maar ietsjes uit het slot. Niet gebogen, maar daartussen. Kijk naar je knieën. En je rolt rustig aan, rol je omhoog. Helemaal goed. Zet je benen even stevig neer. Je pakt je handen achter vast en je brengt je borst naar voren. Wat je doet, is je duwt je borst naar voren, je schouders naar achter. Navel in, niet loslaten. En rustig aan. Los. Voeten weer stevig neerzetten. Pak je elleboog vast. Probeer naar voren te kijken en niet naar beneden. Pak je elleboog vast en trek hem ietsjes naar je toe. Dan voel je die kipfiletjes, die triceps die je net getraind hebt. Schouders hou je laag. Helemaal goed. En wissel om, andere kant. Kijk weer naar voren. Rechtop staan. Niet denken, ik ben boven bezig, dus ik vergeet gewoon beneden alles. Hou de boel actief. En los. Je pakt nog heel eventjes je enkel vast. Rechtop staan. Voel je bovenbeen. Probeer in balans te blijven, anders pak je gewoon ietsjes vast. Iets of iemand. Wat jij wil. En dan wissel je om. Andere been. Ik heb niemand naast me staan. Dus ik kan niemand vastpakken. Rechtop staan, hè. Voel je bovenbeen. En laten we los. Benen lekker uit. Adem eventjes in. Maak je lang en adem uit. Blijf rechtop staan. Laatste keer. Adem in. Maak je lang en adem uit. Armen los. Benen los. Je hebt de bondje weer gedaan voor vandaag. Ik hoop je volgende keer weer te zien.